En brunoise snijden is het versnijden van producten in kleine blokjes. Vlak de ovale aardappel eerst langs de lange kant af met een chefmes. Vlak daarna de smalle kant af tot je een rechthoek bekomt. Vervolgens snij je de aardappel in plakken van een halve centimeter. Snij daarna de plakken in reepjes van een halve centimeter. Draai nu de reepjes een kwartslag en snijd de reepjes in blokjes volgens de techniek van de begeleidende en snijdende hand. De blokjes moeten minimaal een halve centimeter en maximaal 1,5 centimeter groot zijn. Alle blokjes moeten even groot zijn. Om verkleuring tegen te gaan, worden de blokjes bewaard in koud water. De aardappel afvlakken tot een rechthoek. Plakjes snijden van een halve centimeter dik. Reepjes snijden van een halve centimeter. Blokjes snijden van een halve bij een halve centimeter.